Aankomende zondag 15 september houdt de VHP een tekenwedstrijd. Hierover is er veel meer informatie verschaft op een persconferentie welke door de VHP werd gehouden, waar ze niet alleen maar spraken over hun opkomende congres, maar ook over de tekenwedstrijd waaraan jongeren van heel Suriname aan kunnen deelnemen. We voeren nu hiernaar waar de informatie wordt gegeven aan de gemeenschap. Aanstaande zondag, dat is 15 september, een tekenwedstrijd georganiseerd hier in Stichting Olifant zelf. We zijn al geruime tijd bezig geweest met de voorbereidingen, de registraties waren mogelijk. Dus voor jongeren of kinderen, jongeren tussen 6 jaar en 18 jaar. Dus een ieder tussen 6 en 18 jaar had de gelegenheid zich in te schrijven, te registreren voor de tekenwedstrijd. Dat was natuurlijk geheel kosteloos. Veel mensen hebben gevraagd, moet er betaald worden, maar dat gaat niet op. Het was geheel gratis en we hebben de registraties bekendgemaakt via verschillende mediums, zoals de media. Een aantal dagbladen hebben over de organisatie geschreven, hebben een oproep gedaan. We zijn naar verschillende radiostations geweest. We hebben ook de oproep op onze social media geplaatst, de VHP Jongerenraad page. En we hebben een goed aantal registraties binnen. We hebben dat helaas afgesloten, 10 september. En nu zijn we bezig de dag aan het voor te bereiden. We hebben gezorgd ervoor dat er een goed ingevuld programma is. Vanaf 9 uur start de inloop. We zullen zo dadelijk in de middaguren de ruimte in orde maken, waarbij er een verdeling zal zijn van 3 leeftijdscategorieën. Dat is 6 tot 10 jaar, 10 tot 14 jaar en 14 tot 18 jaar, tot en met 18 jaar. Zo zullen de leeftijdscategorieën ingedeeld worden, waarbij we dan de inloop om 9 uur hebben. We begeleiden de jongeren en kinderen naar hun plek. Ze worden voorzien van tekenmateriaal als zij dat graag zelf van huis willen meenemen. Dan mag dat uiteraard ook. Maar voor degenen die dat niet hebben kunnen doen, voorzien wij wel van tekenmateriaal. En dan starten we de tekenwedstrijd om 9:30. De gelegenheid tot tekenen is er dan tot 11:30, dus 2 uren. Hebben de jongeren de gelegenheid om hun tekening te presenteren of op papier te zetten. Om 11:30 stoppen we dan met de wedstrijd en gaan de tekeningen voor jurering naar binnen. We houden de jongeren dan bezig met een hapje, drankje, wat entertainment, muziek. En vervolgens gaan we over naar de uitslag. Er was een overweging om de uitslag te doen op de dag van de conferentie, maar naderhand bekeken wilden we de kinderen niet zo lang in spanning houden, waarbij we hebben besloten om de uitslag op dezelfde dag te doen. De 3 categorieën hebben allemaal 3 prijzen, aan de hand van de leeftijden natuurlijk. En die worden dan op dezelfde dag uitgereikt. Dat is zo een beetje in een nutshell hoe onze dag eruit zal zien. De bedoeling ervan is om een attitude, een gedachtegang moet van jongs af bijgebracht worden. Het moet in de opvoeding liggen om in eenheid met elkaar om te gaan. En dat hebben wij dan gezegd van laten we met heel jong beginnen. Dus vanaf 6 jaar die zich kunnen registreren. En de bedoeling is dat ook de jongeren, de kinderen betrokken worden bij de gedachtegang van verbroedering. Dat het van jongs af aan wordt aangeleerd. Dat ook al ziet iemand er anders uit dan jou, dat je gewoon heel goed met elkaar moet kunnen samenwerken, met begrip met elkaar moet omgaan, in harmonie kunnen leven en werken met elkaar. En dat zullen zij dan voor ons op papier zetten. Ik zei het al eerder, de winnende tekeningen zullen geëxposeerd worden op de dag van de conferentie. Dus u zult daar 9 plaatjes aantreffen die volgens de jeugd een verbeelding zijn van verbroedering. Hoe ze dat willen verbeelden, hebben we vrij aan hun overgelaten. We hebben wel al een paar berichten gehad via onze social media van jongeren die al aan het oefenen zijn voor de tekenwedstrijd. Dus we verwachten hele mooie verbeeldingen van verbroedering. En na de conferentie, wanneer de school al is aangevangen, gaan we over tot het organiseren van de opstelwedstrijden. Waarbij we
ja, de verbroederingsgedachte een beetje meer in diepgang zullen verbeelden, zullen bekendmaken aan de hand van de gedachten van de jongeren, hoe zij erover denken en wat zij vinden ervan. Uiteraard is het heel belangrijk voor de toekomst van ons land, dat er in harmonie geleefd wordt, in goed samenwerking verder gegaan wordt. En van jongs af uit, jong geleerd is oud gedaan. Dus dat is de gedachte erachter geweest.